Dit zijn Muraldmuurtjes, genoemd naar de uitvinder, ingenieur Murald. Hij kwam op het idee in 1906 na een enorme stormvloed en bedacht een goedkope manier om de dijken in Zeeland te verhogen. Ingenieur Murald bedacht deze betonnen constructie en liet uiteindelijk 120 kilometer aanleggen op de Zeeuwse dijken. Op zich waren de muurtjes een briljant idee van ingenieur Murald. Ze waren goedkoop aan te leggen en qua idee heel effectief tegen de overslag van water over de bestaande zeedijken. Maar het trieste is ook een beetje dat de muurtjes nooit hun nut hebben kunnen bewijzen. Ze zijn er misschien nooit nodig geweest, de Muraldmuurtjes, en zijn wel stukken verloren gegaan. Onder andere in 1953 tijdens de watersnood. Bij het Goese Sas kun je in het slik nog een aantal stukken zien liggen.